De kennis die we nu meegeven aan jullie heeft een houdbaarheid van maximaal 5 jaar. 5 jaar. Moet je nagaan wat dat betekent. Dus dit deel, die disruptie in de economie, dat nieuwe fundament, daar gaat het erom dat die disruptieve burgers, die gaan die disruptieve techniek gebruiken om zich nog slimmer, nog beter te organiseren. Gebruiken wij dit al in het onderwijs? Wel, nee. Anders zouden we jullie toch op een heel andere manier les gaan geven. Maar we zetten jullie nog keurig achter elkaar in rijtjes en geven dus iedereen dezelfde hoeveelheid bagage mee. Maar we geven jullie niet een huis mee aan kennis, maar allemaal bakstenen. En jullie moeten dan zelf een huis bouwen. Wat betekent dat nou voor het onderwijs? Want ik pleit dus, ook voor jullie, jullie moeten een beschaafde opstand creëren. Net als de schoolleiders. Natuurlijk zeg ik niet dat wij slecht onderwijs hebben. Integendeel, we komen uit al die lijstjes redelijk goed. We staan al jaren wereldwijd tussen de 10e en de 15e plaats. Maar er is wel een revolutie gaande. Dus het moet ook niet een beetje anders, maar totaal anders. De samenleving en economie veranderen sneller dan het onderwijs aan kan. Dat is geen verwijt, dat is een constatering. Daar moet je iets mee. En wij leiden nu kinderen op voor beroepen die over 10 jaar niet meer bestaan. En de beroepen die wel bestaan, zitten niet in onze onderwijscurricula. Ik stond laatst voor meer dan 1000 accountants. De vraag die ze mij stelden, hebben wij ons beroep nog wel over 10 jaar? Ik zei, nou, waarschijnlijk niet. Ook dat wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Maar die accountants krijgen een andere rol, want je moet ook die nieuwe cijfers interpreteren. Nou, gelukkig, daar zijn we het over eens. Niets doen is geen optie. Ik kom nog steeds op scholen die blijven volhouden dat ze goed bezig zijn. Dat is wel zo. Maar iedereen moet hier iets mee. Je kan niet onderduiken voor die revolutie. Nou, en het onderwijs wat we nu hebben zit nog iets te veel in die systeemhoudgreep. Paul en Jan hebben het al gezegd. Dus het draait iets te veel om geld, de organisatie zelf, het rendement. Ik kwam laatst op een oude middelbare school, dat is het college, hoe heet dat? Comenius College in Capelle aan de IJssel. Ik hield een verhaaltje en ik word voorgesteld aan ongeveer 15 mensen. En ik loop ze allemaal af. En ik schud de handen van de onderwijsdirecteur, de onderwijsonderwijs, onderdirecteur, de monitor, de onderwijsplanner, de onderwijsorganisator. En toen, na 15 mensen, dacht ik, waar zijn die leraren nou? Dat waren mijn helden. Ik had vroeger meneer Noordzij, de wiskundige. Dat was mijn held. Daardoor ging ik ook wiskunde studeren. Die kon een half uur lang praten over de schoonheid van de wiskunde. En de leraren stonden in een zaaltje daarnaast. Maar ik zei, vroeger hadden wij een rector, 2 conrectoren, die gaven ook les en een conciërge. Dat was het. Maar waarom moeten wij als school 100 indicatoren elke maand invullen? Dat is natuurlijk flauwekul. We moeten nog veel meer ruimte en vrijheid krijgen om het te doen zoals we willen. Maar 50 jaar lang hebben we geknutseld aan het onderwijs van bovenaf. Er zijn er allerlei bepalingen geweest en daar moeten wij vanaf. In feite gaat het om de relatie tussen leerling en leraar. Je wil je passie en inspiratie kwijt en je wil het beste uit leerlingen halen. En wat doen we? We hebben tegenwoordig op mijn universiteit en op alle andere ook, het zijn diploma-fabrieken geworden. En ik zie dat ook op middelbare scholen, het mbo en het hbo. We hebben een onderwijsconsument en een onderwijsproducent.